Het uitoefenen van contactberoepen, zoals kappers en masseurs, blijft verboden. 28 april valt midden in de meivakantie, dus leerlingen gaan op z'n vroegst na 3 mei weer naar school. Ook het dringende advies om 1,5 meter afstand van elkaar te houden en zoveel mogelijk thuis te werken, blijft van kracht. En nu zou je kunnen denken, de meivakantie die valt gek genoeg al vaak deels in april. En dus ook deels na 28 april. Maar ook na 28 april gaan we echt nog niet meteen terug naar de normale situatie. Dus als u het aan mij zou vragen, ga nou geen plannen maken voor de meivakantie. Dat is echt veel te voorbarig. Vanaf maandag kunnen ook zorgmedewerkers die klachten hebben en die niet in het ziekenhuis werken, getest worden. Dat geldt dus ook voor medewerkers in de thuiszorg. Die medewerkers in de thuiszorg of in de verpleeghuiszorg die... Als zij klachten hebben die lijken te horen bij het coronavirus en in hun werk te maken krijgen met kwetsbare personen, die mensen moeten ook getest kunnen worden. En daarvoor hebben we dus meer tests nodig.